Ja, je ziet het. Hij is net nieuw. De Black Widow X Chroma. Een nieuwe toetsenbord van Razer. Hij is budgetvriendelijk. Het is de budgetvriendelijke versie van de Black Widow. Want de Black Widow is €200 en deze is €190. Nou, je portemonnee is reuze blij. We gaan hem even unboxen. Want, wacht. We unboxen natuurlijk altijd heel veel dingen. En we behandelen veel dingen. En we geven ook veel dingen weg. Maar zullen we gewoon eens aftrappen door te zeggen, we geven deze niet weg. Nou, daar gingen alle kijkers. Maar leuk dat je nog kijkt. Leuk dat je er nog bent. Ook al geven we het niet weg. We gaan hem gewoon even uit zijn doosje halen. En daar hoort natuurlijk het afjenken van deze super sexy stickertje bij. Voilà. En dan gaan we even kijken hoe we deze openmaken. Dit is altijd, ik doe hier nooit research voor. Ik weet nooit hoe het precies open moet. Oh. Jawel hoor. Dan kunnen we hem zo. Kijk, deze waren dan al mooi. In de winkel kon je die al indrukken. Kun je ook horen, hè? Dat zijn die van Razer zelf, hun eigen switches. Oh, wacht, dan moet ik even. Hoe komt dit hele vehikel er precies uit? Oh, dat is relatief simpel. Nou, joh. Kijk, dan heb je hier het toetsenbord zo los. En het is eigenlijk is het een gestripte versie van de Black Widow. Dus die kennen we allemaal. Dat is het toetsenbord die alle lijpe e-sporters hebben en zo. De mechanische switches van Razer. Oh, en natuurlijk, het draait niet om het toetsenbord, maar het draait ook om het altijd handige boekje. Congratulations, there's no turning back. Dat zeggen ze altijd. Ik weet niet wat ermee op is, maar ze zeggen altijd, there's no turning back from Razer. Once you go Black Widow, you can never go Black Widow. En natuurlijk gewoon een handleidingje met, hoe kon het ook anders, het is de Chroma editie, dus dan krijg je ook altijd van die super funky, reflecterende stickers bij. Maar goed, oké. Okay. Tot zover de literatuur en de lectuur die erbij zit. Het gaat natuurlijk uiteindelijk, het gaat helemaal niet in de stickers. Het gaat om het toetsenbord zelf. En deze is dus pas recentelijk aangekondigd. En ja, we mogen hem binnenkort al meteen gaan reviewen. Dus dat is wel zo tof. Het is eigenlijk gewoon heel simpel. Als je ooit de Black Widow hebt gezien, de originele Black Widow, de Ultimate of de Chroma editie, dan zie je dit en dan denk je, ja, dat klopt. Dit is inderdaad de Black Widow, maar dan gestript. Want hij heeft alle toetsen liggen, zeg maar, open. En daardoor zijn ze ook makkelijker te vervangen, makkelijker schoon te houden en bespaar je dus €10 op het originele model. Want verder is het dus wel in wezen gewoon precies hetzelfde als de Black Widow Chroma. En ja, hier heb je dus ook weer verschillende versies van. Dus je hebt de Black Widow X Chroma, je hebt de Black Widow X Tournament, je hebt de Black Widow X Chroma Tournament. En nog iets. Oké, ze hebben 6 verschillende toetsenborden. Daar komt het op neer. Maar dit is dus het meest ultieme editietje met ook allerlei verschillende kleurtjes. Ik zou er eigenlijk even nog aan moeten sluiten dan. Het is wel dit typisch, dat we dit even niet kunnen laten zien. We gaan mijn laptop pakken, zodat we ook even kunnen laten zien hoe die kleurtjes eruit komen. Ja, en ik heb mijn laptop inmiddels tussen mijn benen staan. En dat wil zeggen dat dit ding het doet. Oké, moet je echt mijn kruis filmen, Jaap-Peter? Je ziet het. Ze werken dus al gewoon. En hij staat nu op de color spectrum, de spectrum cycling. Dus ik zou er zo nog een wave op kunnen zetten. Maar ja, ik moet eerst die drivers installeren. Maar het leuke is, het werkt in ieder geval. En het leuke is, we geven het niet weg. In ieder geval, we gaan hem binnenkort behandelen. Peter gaat ermee aan de slag. Dus mocht je nog vragen hebben over dit ding, of hij te duur is, of het eigenlijk wel meerwaarde heeft ten opzichte van de normale Black Widow, dan kun je die naar Peter sturen of hieronder in de reacties droppen. Want hij komt langs in een geschreven review. En natuurlijk uiteindelijk ook op Gamersnet Gear. Ik merk aan Peters gezicht dat hij geen geschreven review wil doen. Dus hij wil waarschijnlijk alleen maar een beetje, zijn toetsenbord en dan weer door, weet je wel. Gewoon echt schrijven, dat doen we niet aan. Nee, het is in ieder geval heel interessant. Oh, en voor de mensen die zoiets hebben van, maar ik vind die switches helemaal niet fijn van Razer zelf. Ze hebben ook 1 editie, ja, dat is dan zonder alle toffe kleurtjes. Maar dat is dan met de blauwe cherry switches, waar Peter inmiddels ook gewend aan is met zijn eigen toetsenbord. Maar hey, het ziet er in ieder geval al best wel funky uit. Je kunt ook mooi zo naar die ledjes kijken. Ja, dat zie je aan deze kant beter. Maar de ledjes zitten gewoon helemaal exposed. Dus terwijl jij een type bent, worden je handen ook helemaal roze zoals ze nu zijn. Of rood of whatever. Heel interessant. Dit was de unboxing. Binnenkort een hele uitgebreide review. Dan laten we alles zien. En super chic. De Black Widow Chroma X. Nee, Black Widow X Chroma. Ik verneuk het ook altijd. Maar bij deze. Het is dit ding.